Media. Ik wil eerst al tegen jou zeggen: het begrip red flag is geërodeerd. Oh, net zoals gaslighting. Ja, want chef zei gisteren: ja, maar als iemand hele vieze deodorant heeft, is het ook een red flag. Ja. Ik zei: Ja, chef, een red flag is ja. gewoon of iemand een psychopaat blijft ja, te zijn, precies. of niet. Pakie, het was een groot succes, onze, onze aflevering. Ik zag al. Het ik heeft ging voor vele cringy momenten bij ons thuis gezorgd. Af. Oh ja? Bij jou ook? Nou, Riff was er natuurlijk bij. Dus die had het Klopt, allemaal allemaal. Die moeten had zichzelf schaamd. Ik, uh, ik zag, want ik kijk nooit op TikTok. Ik vergeet altijd dat we daar ook iets uh, te betekenen hebben. Op dat ja. platform. Ik ben ook een beetje tegen TikTok. Maar goed, we staan er wel op. Ja. En toen zag ik uh, uh, in de comments onder andere. Leuk, twee oudere vrouwen die uitleggen wat NPC is. Ja. <laughs> maar iemand zei ook. Eindelijk wordt het eens goed uitgelegd. Hé, hey. ja, maar misschien we, was diegene 75. Was zouden ik... we veel haat over ons heen krijgen op TikTok? Ik heb het gecheckt, er was geen haat. Gevrijd. Gewoon, gewoon ja. milde oude vrouwen bashing, maar dat, dat, is, <laughs> dat is part of nou, my life. Dat line. is gewoon uh, mijn dagelijkse, ja, dagelijkse realiteit. Ja. Ik ben thuis random oude vrouw. ja Dus dat weet je al. R.O. Ja, random old woman. Robe. Ja, een robe in je. En Riz, een <laughs> Rizzie row. Een Ro <laughs> zonder Riz. Zonder Riz. We hadden ook nog in onze app appgroep met Floor. Ja. van hoe schrijf je Riz eigenlijk? Ja. Maar R-I-Z-Z. -Z, -Z -Z, hè? toch, R -I -Z -Z. Floor? Ja, want ik, ik met dacht met een W. Het al, hoor. Ik dacht, ik dacht het het al. met een W. Ja, jij dacht meer in de rap achter. Ja, stom. Riz. was gewoon ook gênant. Net als Tjalla. Nou, het, want iedereen ja, maar... weet Tjalla is een Mexicaans snoepje. En Tjalla uh, <laughs> is. Goeiedag. Maar ik. Ja, omdat oh, nee, ik zeg nu al de hele. Tjalla is niks. Chalais is niks. Nee, is... Nou, galla, galla, dat is Joods brood. Oh ja, ah. galle. Peper nee, haal die die vroeger altijd. Ja, lekker, gala. ja, lekker man. Ja, zo'n gevlochten brood. Mijn god, dat wat is was dat heerlijk. lekker. Dat mis ik wel. Dat is dat wordt binnenkort ook een term, joh. Dat gaat allemaal op in die straattaal. Het, het, het galla. Check je later. Oh avond, is het of weer? Het is, het is afschuwelijk weer. Het is weer. Is, uh, als, als jullie dit, dit horen herfst. liggen jullie allemaal aan het strand, denk ik, in een monokini. Maar nou, Avonik zit hier het, in een regenpak. Als dit hoor. uitkomt is het geloof ik ook nog steeds aan het regenen. Oh, echt? Ja. Nou, dit gezegd hebben de... Uh, Wat goeden, gaan we eigenlijk doen, uh, Lies? We gaan uh, ons G. week natuurlijk een cijfer geven. Ja. We gaan, de OG reclame die is gevuld met... Uh, met echt een OG trouwens. Met een goat. Ja, de goat van de matras, De goat van Mad Sleeps. En we gaan heel veel problemen oplossen. Ja. En we gaan rustig afsluiten met een natuurhoekje. Hmm. Ja. En jij weet al welk diertje daarin zit. Absoluut. Of welk dier? Dat, dat ga je nou ik nog niet zeggen. Nee. Daar gaat jullie nog niks aan. Nee. Het <laughs> gaat zeker niet. <laughs> ik ga weer even hoesten. Ja. <laughs> Kun je? Hoe, hoe gaat het met je hoest? Beter, veel beter. Ja. Mijn sfeerdochter had me een soort pilletjes gegeven. Ja. En um, ja, die, die helpen volgens mij wel. Nou, ja, je hoort me natuurlijk nog wel rochelend lachen. Is dat met codeïne? Nee 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 nee. Want dat kan ook een uitkomst zijn als je s niet kan slapen. Ja. Oh, je nee, je dit bejoe. was iets meer gewoon verkrijgbaar in de handel, maar dat is ook wel goed, want codeine moet je niet te lang nemen en zo. Um, ja, mag ik nog heel even iets zeggen over een reactie? Ja, zeker. Uh, een mevrouw die appte mij of appte mij niet, die stuurde mij, hoe, hoe noem je dat? Een en sliden. En die vertelde over naar aanleiding van het probleem van vorige week, over die oma in die in huis was gekomen. Oh. Dat wij zeiden, God, misschien moet je de thuiszorg inschakelen. Ja. Toen zei ze, nee, thuiszorg is niet de goede organisatie. De wijkverpleging doet de medische zorg. En oh. dat heet niet thuiszorg. En voor de rest moet je naar een mantelzorgorganisatie die je helpt met voorlichting. En via vrijwilligers komen ze je dan helpen. Ja. Maar ik vond het eigenlijk ook ja, heel verdrietig. De thuiszorg want is misschien meer dat ze komen schoonmaken en. de Thuiszorg je... schoonmaken. Ja. ja. Ja, dat klopt dus inderdaad. Bij deze wilde ik dat even zeggen. Want heel goed. Dat we wel even dat is feitelijk. Eh. Oh ja, en er was een vrouw die werd woedend van het woord okidoki. En zo, oh. ik wilde aan jou nog vragen in het kader van de straattaal. Heb jij dat ook? Ik vind okidoki staat wel ver af van straattaal. <laughs> ja. Ik vind okidoki echt een leraar uit de jaren tachtig ja. die zegt okidoki jongens, we gaan ja. beginnen met de les. Ik vind okidoki top. Ik vind okidoki ook okay, heel leuk. Ik vind okidoki helemaal okidoki. Ik ook. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Ja. Ik ging toen, uh, verloor ik mezelf in de herkomst van het woord oké. Okay. Ja. Old Kinderhoek heet het. En dat had dan te maken met een politicus. Um, Old Kinderhoek? Ja, bizar hè. Oh. En dat is een, 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 een plaats in, in, in de Verenigde Staten. En iemand in de 18e eeuw die daar dan president was. Is, presidentskandidaat was een Nederlander. Ja, uiteraard. Die... Um, kwam daar vandaan en uh, toen zeiden zijn ze tegenstanders go back to old Kinderhoek en toen nee. zeiden zijn uh, zijn campagne was dan vote for okay voor old Kinderhoek echt bizar hè old Kinderhoek ja, jongens, ik weet het ook niet dus schiet me maar lekker als het niet waar is maar, die maar die man ik heb een van zijn voornaam old en nee, van zijn nee, achternaam Kinderhoek nee in de weet ik veel wat ja, sorry, maar hij kwam jongens. uit Kinderhoek hij kwam uit old Kinderhoek <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk wel ja, allemaal ik heb molentjes me nooit ik ook niet afgevraagd waar dat woord nee. vandaan en in die tijd was het dan heel leuk in de krant om heel veel dingen af te korten. Dus dan werd het O.K. Ja. En dan was Old, old Kinderhoek werd dan een soort ding ding voor iets wat prima was. Oh, wat ja. grappig. En toen daarna stond oké okay weer voor dingen die eigenlijk niet leuk waren. Want als je zei: hoe, is, hoe vind je mijn nieuwe auto? Nou, het is oké. Okay. Dan was het niet goed. Nou ja, nou, een heel, heel okay. lang verhalen het natuurlijk het... ook niet zo goed als nee. it's, it's, it's great. creative. Nee, het nee, is oké, okay. is ja, gewoon heen. matig. Gemiddeld. Een beetje wat je zegt. Prima. Ja. Dat. Nou, oké. Okay. Ja, hoe gaat het prima? Hier, hier zullen we het mee moeten doen. Ja, prima is inderdaad de ja. oké okay van de Nederlandse taal. Ja, of van de Italiaanse taal, denk ik. Maar... Ik vind prima een, dat is een van mijn uh, lievelingswoorden. Ja, maar prima, ja, prima heeft veel connotaties, zullen we maar zeggen. Ja. ja. Als je zegt, ja. zullen we om tien uur afspreken en jij zegt prima, ja. dan denk ik misschien wel van: vind ze het nou goed ja. of heeft ze er eigenlijk geen zin in? Gek hè? Terwijl ja, maar die ligt heel erg ja, aan, aan de de persoon. Hoe, je, hoe het klinkt. Ja, en aan de dus persoon. als ik het je app zeg ik prima, dan, dan is het van. Nou, ik vind het oké, okay, ik vind ja. het prima. Maar als ik zeg uh, prima, ja, dan, dan zeg je. Oh, nou Lies vindt het Ja, het ligt ook uit te... of er een ja, uitopteken achter staat, een beetje. Ja, het ja. is heel gek. Ik hou ervan. Mm. Ik hou er ook van. En Paulien was toch een tijdje bezig met het woordje hè hè? Ja, Dat zeker. Dat vond ik zo geweldig. Hè hè. Maar dat kan je ook op zoveel manieren zeggen. Ja. Ja. Hoe leg je aan Engels uit wat hè? Ja, zij is. legt dat dus letterlijk aan Engels uit. Ja, dat en ook hè? Gewoon hè, want dat hebben ze ook he. niet. Hè. Maar hè kan je ook zo belachelijk veel gebruiken. Ja. En aan het eind van de, ze. Wel lekker hè? Ja. Dat doen ze gewoon niet. Maar dat doen Nederlanders dus wel in het Engels. Dat hebben we ja. geloof ik wel eens over geklaagd. Van, nice hè? Oh, ga heen. Nice echt, hey? oh, zeg dat En ik dan? heb het nice laatst hey? ook een keer in, in ja. een Engelse conversatie. Ja, ik zei wel een schieten. tegen in een Engelse conversatie. Zo. So. Oh ja. Zo so <laughs> erg. Genant, hè? Ja, maar dat... Ja, met Dan Carraty. Nou ja, jongens. Ah joh, maar die, die is wel gewend, want ja, die leeft die ook weer zo'n debiel, ja. Zo, ja. so, Dan. That's, so. a, that's a nice dance. Zo. So. <laughs> that's beautiful choreography. <laughs> nee, mijn that's Engels is echt gewoon ruk. Het was vroeger best wel goed. Mijn Engels begint ook zwaar af te nemen. Het is echt heel gênant. Dat ik, ha, ja, ja want ik, je, het was natuurlijk toch... Een, een, je, je was er vrij goed in Ik natuurlijk. was er echt heel goed in. Ja. Maar nu zat ik met mijn vriendin Iliana een hele avond Engels Die vrouw zoveel denken dat ik niet helemaal goed meer ben of zo. Ik moest steeds op heel lang over woorden nadenken. Ja, het gaat dus toch heel snel. Denk, of snel nou ja, ja, we hebben de natuurlijk de 30 jaar later... De generatie is begonnen. Benoemen dan maar. Hè? Gewoon maar benoemen. Ja. Maar zij was het bepaald niet kwijt maar goed ze woont in Londen. Maar... Ja. Nou, dat, is, um, dat is ook makkelijk dan af. Nee, zullen we onze week lekker gaan zeggen. How zijn was je geven? week? Hey, hey, mijn week was not so nice, hè? Vertel G. Uh, ik heb hier staan een drie, maar dat vind ik nu wel heel laag. Ach, oh, schatje. Uh, ik zeg vijf min. Ja. Maar dan hebben we die drie er wel even onder gelegd. Ge, sluit u hiermee het onderwerp hoe was je week <laughs> af? Of, of wil je het nog toelichten? Want dat eerste mag ook, hè? <laughs> nou, ik kan wel uh, toelichten wat ik wat ik moeilijk vind. Ik hou er heel erg van om de busy man te zijn. Ja. Dus, if you want to get something, done, ask the busy man. Sorry voor het Engels, maar dat is een Engelse uitdrukking. Nu ben ik wat minder busy. En uh, dat zorgt dan meteen dat ik in een lethargie terechtkom. Nou, lethargie is misschien een beetje groot, maar ik doe veel dutjes. Ja. En daar knap ik niet van op. Eigenlijk zou ik dus middags iets te doen moeten hebben, maar nu ben ik vaak smiddags alweer vrij. Ja. En dat helpt mij echt geen zier, want ik denk nog steeds goed zo: geniet van de vrije tijd, geniet van de rust. Neem even de rust, ga lekker een dutje doen. Ja, geniet van de rust. Ja, hoe dan? En dan mag kom je... ik uit dat dutje en dan denk ik: gof, Ma ja, mag mag je twee vroeger. dingen op zeggen? Ja, heel graag. Eén, dit hoort erbij: als je heel druk bent geweest, ja. heb je daarna altijd een put. Gad. Echt waar, ja. Twee, ga dan iets doen wat je ontspant en heel minimaal actief is. Bijvoorbeeld wandelen met Wally. Ja, dat is bijvoorbeeld zou zijn. Uh, um, iets kijken of iets lezen of uh, spreek met vrienden af. Dus ja. iets waar je van ontspant, wat toch een soort want, milde vorm van activiteit is. Daar heeft. heb je helemaal gelijk in, want niet, niet slapen in ieder geval. Dat is nee, of, in dit geval, echt... op jezelf dat je dat dit je hebt. slaapt. Ja, ja of, of dat je gewoon uh, je down voelt. Ja, dat, want dat hoort er bijna. Je hebt. Zo ontzettend hard gewerkt en er is, nou ja, goed. Ja, ik heb het, het is gewoon, gewoon uh, heel veel heel emotioneel ook heel druk gehad. Alles gegeven. Alles. En, en inderdaad, nu val ik in een gat en um, dan word ik inderdaad boos op mezelf. Het is totaal debiel. Dat Vind ik zielig, dat moet je niet doen, hè? Nou, ik ben wel redelijk goed bezig. Um, ik merk gewoon dat ik dat dutten, dat is niet per se wat ik moet doen. Ik dut, dut meestal een half uurtje hoor. het is niet heel lang, maar ja. ik kom er eigenlijk bijna nooit prettig uit wel in, in drukke tijden kan is, dat dan wel is het goed. iets wat je heel erg gunt. Hè? Ja. ja dan denk je, ja. oh, ik heb het maar. Ge... Vaak lukte luk, het ja. dan niet eens. Want dan was ik zo ik gestrest het. dat ik niet ging dutten. Maar nu ja, dan ben je een beetje zo jetlagt weet je, wel, een beetje groggy word je dan wakker. Misschien zou het fijn zijn. Je hebt toch ook een tijdje best wel eens met een groepje uh, gezwommen buiten. Ja, dat zou ik nu ook wel willen. Zoiets doen. of zo, weet ja. je wel, iets, ja. iets waar wat je dan een beetje. Wat... Ik ben wel weer druk met het sporten, dus dat is ook wel goed. Ja. Dat helpt me altijd enorm. Ja. En accepteren dat het even, even allemaal niet zo heel... Ja, ja, ja. Tenminste, dat... Uh, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dan ga ik misschien ja, ik volgende week super. opklimmen naar een 6,5. Wie weet. Ik maak hier een enorme kef, Ja, of denk hè? je er niet over na en is het ineens toch een 7? Dat ja. kan, hè? Oh, dat lijkt me wel fijn. Volgende week is mijn zus in het land, dus het kan nog alle kanten op. <lacht> <lacht> het zal in ieder geval... A heel fijn om het te zien en er je is een, een er, je houdt te heel veel van je zus ja. ja en B leidt het af. Mijn zus leidt altijd af. Eh? Ja. ja ja. Ze is een kleine bliksemafleidster. Blesser. Nou klein ze is eigenlijk heel groot. Ja en knap. En knap. Goed. Uh, Lies hoe was jouw week dan? Uh, ja ik durf het bijna niet te zeggen maar een, een, het, het cijfer 8 en 9 komt toch wel om de oh, hoek kijken. Oh dat dacht ik al een beetje. <laughs> ik zag je al een beetje glunderen. Wat heerlijk. Ja. <laughs> ik gun het je niet. Nou ik ben, ik ben naar Londen geweest. Iedereen denkt natuurlijk, nou, toe vrouwtjes weer. Oh, weg ja, nee, ja, dat doet is zij ook toch zo. allemaal. Ja, gewoon ja. maar naar Londen. Ah, jongens, ik ben ook heel lang niet naar Londen geweest hè. en ik heb ook heel lang in mijn leven ben ik nergens naartoe geweest. Je Zodat naar ik gewoon Londen. thuis, uh, je mag naar Londen. Naar uh, ik vertrek te kijken ja. en te wensen dat je daar en allemaal weg En te wensen was. dat ik weg mocht, maar ik ben nu wel naar Londen geweest met vrienden en um, ik ken, nou, getractederd ja? op Londen. Oh, wat een en, heerlijke tracteder. Ja. En. Ik ben daar geweest naar en daar wil ik ontzettend graag met jullie over praten. Abba. Ja daar. Ging Abba je Voyage. Abba de hologramme musical of, of hoe noem je dat? Een een ja. Ik, een hologramme. Ik weet niet wat het is. Sensatie. Ik weet niet waar ik naar zit te kijken. Dat heb ik ook letterlijk een paar keer gezegd. Ik weet niet waar ik nu naar zit te kijken. We gingen erheen. Het was allemaal ja. heel leuk en, en je zag ook allemaal van heinde en verre mensen aankomen. Het is speciaal voor Abba gebouwd. Wij Dat gingen theater. daar ook echt gewoon wij gingen daar echt vol met heel, ja, vol verwachting klopt ons hart naartoe. Ja. Mensen kwamen van Heineverre met grote uh, Agnetapruiken daar ook oh, aanlopen. Oh, ze waren ook vaak ja. verkleed. Ja, ja. en oh, ook met stellen met, met 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 dingetjes Benny, op hun hoofd en, Bjorn, en iemand zei, ik zei <laughs> Mijn vriendin zei: Ik zie de eerste kippenveren boa al verschijnen. Oh god, oh boa's. <laughs> met zo'n <een> heel <laughs> boos gezicht. Ja. Je, je, je wordt in een soort Abba-slurf gezogen. <laughs> ja. Je kan het vergelijken met als je bij in de, in de Symbolica gaat, bijvoorbeeld. Weet je, in de ja, Efteling. Efteling. Je komt in een machine terecht en je wordt aan het einde in de giftshop weer uitgespuugd. Ja, want er is natuurlijk ook een giftshop. <laughs> ja, ja, meerdere. Ja, nee, er waren mensen die stonden zo te, 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 te slingeren met Abba-spulletjes. Oh, hè? die slingerden gewoon. Ik weet het niet. Die, die stonden te zwaaien met Abba-dingen. Je, 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 je komt daar aan en dan nou, het zijn het natuurlijk, natuurlijk alle mensen van een zekere leeftijd, van een zekere leeftijd, ja. maar ook mensen met kinderen uh, die dan oh. van de, zo was mama vroeger. Hier uh, uh, ben je heel blij van. Hier ben jij op verwerkt op Waddeneu, weet je wel? Ja, ja. Gimme gimme gimme. I believe in oh. angels. Okay. Ik hou er eigenlijk wel heel erg van. Ik ook, ik vind het ook heel leuk. Alleen Fernando, daar word ik zo kwaad van: dat nummer. Ja, hoe gaat het dan ook weer? There was something in the ik ook best wel een kunnummer, ja. Fernando, ja. Um, ja, dat is echt stom Eerst nummer. gingen we naar de toiletten, want iedereen moet natuurlijk altijd plassen. Nee, zekere leeftijd. En dat was een beetje alsof je op een grote boot zat. Het was hele dunne... Ja, sorry dat ik er nu even plastisch over doorga. Ja. Hele lange rij. En dan stonden we met al die boas in de rij voor de toiletten. Ja. Natuurlijk. Het waren er veel. Je werd er ook... Ja, met met ook met, met Ja, je werd er doorheen gejast. En het was... Als je dan had geplast, dan werden ze zo... Oh, zoals in een vliegtuig. Ja. Oh, dus je voelde extra hard weg, je plas. Ja. Extra hard weg. Ik en een heel dun gaatje. Nee, dat was niet abbe En toen gingen we dus naar de bar. En ook weer een lange rij. En die leek heel erg op de toiletten eigenlijk. En er stond er zo... <laughs> Aperol uh, Grote fles Prosecco. En je zag die oh. mensen ook denken van... Nou ja, we hebben nu toch gewoon... Een maand maanden gespaard ja, voor Abba. Gaan want het kost voor... namelijk echt een godsvermogen. We gaan nu die fle fles Prosecco nemen. Ook. Ja, en dat zijn want ook waarschijnlijk wa Britten, dus die drinken sowieso elke avond. Ik ga nu proces. wel genieten, inderdaad. Dus met grote kelken, sprits en dingen. Oh, God. En dan versus die toiletten met dat. Dat ja dan, dan ja, moet je die ze ja, weer uit het werd dus het, het werd, je zat in een soort machinerie weet je wel alleen waar je hier gewoon, om wil ik er al heen gewoon voor de voor, de, voor de eromheen. ja dus toen een, 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 een uh, allerlei pijlen door en het was speciaal dus voor Abbe gebouwd loopplank alsof je is echt, het wel bij de, in de stad of is het buiten het was een uur je moest een uur in de bus zitten. ja leven. precies het is niet midden in de nee of nee. Zo, nee en um, daar aangekomen ik, ik Jongens, ik kan het met geen pen beschrijven. Eerst kreeg je heel lang een, een uh, verhaal over dat je niet mocht filmen. Anders werd je verwijderd. Oh ja. En dat was waarschijnlijk. Dan ga je ook waarschijnlijk door zo'n vortex weg. Dan werd je ja? waarschijnlijk gewoon weg. Want iemand een vriend en een vriendin van mij maakte een foto van, oh. van een andere vriendin. En ik kreeg gelijk iemand met handschoenen op de rug getikt. Otherwise, we'll have to ask. Oh, dat mocht leave. niet eens. En, uh, nee. Oh yeah. Heel streng. Dus wij zaten dan met die april spritsen en, uh, en tussen die ja, ja, kon je niet eens foto's maken? Nee te kijken en toen begon het en toen ik, ik jongens ik 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 heb er gewoon geen woorden voor ze kwamen en je zag dus die Björn Benny bedoel ik met die baars. Ja. maar die had zichzelf ook heel knap gemaakt die zag ja, heren, dat zo kan zo ook gewoon doen ja dat was toch gewoon laten ja. we wel wezen een hobbit een heel muzikale hobbit ja, maar, wel maar wel een wel hobbit, hobbit. Ja, nee ineens, ineens hi how are you doing hij was ook zo. langer en zo ja hij was ineens hij zag geboten ja een soort van beerachtig achtig knappe man terwijl, nou ja, goed. Nee, dat en, was Benny niet. En die buren, die was ook ietsjes knapper, want dat was ook. Nee, ze waren, ze waren die vrouwen waren wel knap, maar die ja, mannen niet zo. Maar, het, ik, het, het was ook niet zink, dus dan zag je ze, oh. dan zag je dus Agneta zingen. <laughs> en dan was het niet zink, dus je, je zag naar een soort, je keek naar een soort hele doodenge animatie <laughs> met een heel show. heftige lichtshow. Holy en, shit! Doen. Maar je, ze voelden wel 3D-achtig aan. Ja, dus en was ook, er stond een heel brute lichtshow omheen. En dat, <laughs> en dat en was dus een soort holografische projectie. En, je, en, die, en ze hadden heel veel werk gestoken in: hoe valt het licht op de paillettenbroek van Agneta. Ja, of, hoe ziet het bij de overkomen. haarband van Annie Friet? Ja. Maar ze waren vergeten dat de mondjes ook zink moesten nou, lopen. En hoe ze bewogen. Het was dus een soort heel rare, vloeiende manier van bewegen. Alsof ze een beetje Jomanda-achtig stonden ze oh, erbij. Ja. Snap je? een beetje? Bezwerend. Bezwerend. Terwijl het, waren niet, het was niet een menselijke beweging. Nee, nee. En ze hebben de stemmen, daar hebben ze iets mee gedaan. Volgens mij waren die stemmen hoger gepitcht of zo. Dus oh. het, het klonk gek genoeg ook niet echt heel erg als ABBA. Het was niet gewoon hun oude muziek. Ik gewoon het bandje van vroeger. Nee, want je, had, vroeger. je zou denken, speel gewoon dan maar die ABBA-band ja, af. Die heb je gewoon. Ineens kwam er ook uit de krochten van het theater iets naar boven. En toen verstond er ineens een band van twintig man met zangeressen. met dingen. en die oh mama, echte mensen en die gingen maar, maar die werden ook net niet uitgelicht, zodat je, je dacht, oh Hè? wacht even, dit zijn echte mensen. En dan stond dan ietsjes verder stond dan Abba zo te hologreren. Uh. en dan vond ik het zo zielig voor die mensen die daar dan ja dat je zo, met een stel hologram ja, moet optreden elke avond dacht, oh, die dan alle shine pakken. En wij waren met z'n allen collectief eigenlijk stom verbaasd. Ja. Het van, is, dit, van deze hele happening. Het is ook wel leuk dat je het een keer hebt gezien, toch? Ja, nee, ik, bedoel, ik ben heel blij dat ik het heb hoe, gezien. was je er anders ooit beland? Ik heb ook mee, uiteindelijk ook meegezongen. Want ja, ja. ik denk ook, ja mensen, ik zit hier toch met mijn... Uh, ja, je kent die tekst na, nou. Ik ga ervoor. Ja. En we hadden het heel erg leuk met elkaar. Maar we durfden eerst niet zo goed te zeggen... Wat je het, ervan vond. Ja, ja, ik dacht ook, is dit the end of the performing arts as we know it? Nou ja, dat, dat heb ik ook wel eens gedacht. Is want ze hadden ook einde? Amy Winehouse en ze hadden ook... Um, wie hadden ze nou nog meer? Nou ja, allerlei het is het En dan staat er dus een band te spelen, en dan met een nep. Ja. Maar dit band speelde dat dan dus gewoon de bandmuziek. Ik denk dat was het wel. Ook nog op een bandje opgenomen. Ze schijnen dus wekenlang in pakken met van die punten ja. in een hal ergens in Zweden. Dit te oh, hebben gedaan. Bejaarde, die hebben natuurlijk. Uh... Ja, helemaal aan het einde zag je dan nog zag je ze dan bejaard opkomen als hologrammen. Dat was, dat vond ik eigenlijk dan nog het liefste. Oh, dat lijkt me ook wel. gingen raar. ze zo zwaaien, zo als, Vind ik Sorry ook. dat ik het nou helemaal zo zit te verklappen, jongens want misschien ja. zijn er wel mensen. Ik heb ook mensen gehoord die vonden het fantastisch. Ja. Hè? Ja, die hebben daar huilend gestaan omdat ze weer even terug waren. Maar het had, het had iets heel onwerkelijks. omdat die mensen wilden heel graag iets beleven wat ze ja. vroeger hadden beleefd. Ja, of nooit hadden beleefd. Of nooit hadden ja. beleefd. En dat dat deden ze met man en Macht gingen ze dat doen. Dus ze gingen ook zwaaien en met ze waren ze zongen mee en ze vonden het fijn en ze, ze gingen elkaar helemaal omhelzen en knuffelen. Dus wow. Het publiek was eigenlijk heel erg lief. Ja, het is eigenlijk gewoon alsof je in een game zit, ja. zeg maar. En daar ja. zo in opgaat. Ik zei nog, want ik durfde het eerst niet zo goed te zeggen... dat ik het ook soms best wel een beetje eng vond. Ja. Maar eigenlijk hadden we dat allemaal. Ik zei, als we in een garagebox hadden gezeten... met zes kratten koud bier en een, uh, en en een, een, een cassette-recordertje met Abba erop... Ja. en we waren met elkaar geweest... Had je lekker gedanst. Dan hadden we, het, dan hadden we dit ook ja. kunnen voelen. Gek, hè? Ja, dat is waar. Of je zou zeggen, je huurt gewoon voor, voor het geld dat je hebt betaald gewoon muzikanten in. Ja, gewoon en een zeg, coverband. willen jullie tien nummers van ABBA spelen? Ja. Want da, 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 dan waren al die mensen blij geweest... dan hadden ze allemaal... zwaar geld mee naar huis kunnen nemen. Ja. ja, Iedereen gelukkig. Dus misschien moeten we toch eens wat meer bandjes uitnodigen... op ja. feestjes, op bruiloften... Op, om hier een soort tegenbeweging aan te geven. Ja, levende bands. Ja, mensen ja, die iets vlees voor je, en kun je bloed. kunnen spelen. Ja, hè? Of zoals mijn ja. stiefkinderen vroeger altijd zeiden... van bloed en vlees. Van bloed en het Klinkt eng, hè? Op de ene manier van bloed en vlees. Ja, daar hou ik maar van. we hadden het wel. Ik heb het echt heel, heel oh, fijn gehad. Ja, en ja. ik vind sowieso de, ja, de hele beschrijving van dit concert is, is al zeer de moeite waard. Ja. 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 ja, nou ja, het was en dan wij door Londen, we zijn nog... Ik heb nog heel veel dingen, daar wil ik dan straks in de cultuur. Oh ja, bij Podimo, bij Podimo oh, over Moet vertellen. je even abonneren? Ja, en dus dan het is krijg je die niet tip. anders. Ja. Krijg je jouw Londen tips. En um, ik, heb, vond het, ik vond het heel fijn om eventjes weg te zijn. Oh, ook dier. even niks met het gezin te maken nee, te hebben. En gewoon lekker alles geregeld. Ja, want en, als je met elkaar bent en je bent ook, je gaat s'avonds naar je, naar je kamer en je gaat niet naar huis. Dan kom je op een of andere manier. Dan is een, heb je een ander soort contact. Ja, want zeker. je gaat gewoon gelijk weer praten bij het ontbijt. Ja, je kan gewoon de hele dag kleppen. Ja. Dat is heel fijn. Oh, het was ja. zo fijn. Dus ik, 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 in dankbaarheid geef ik mijn uh, week een negen. Nou, Lies, fantastisch. Patsies. Patsie. Sliep je ook wel eens op een matras in Londen? In die hotelkamer. Op een matras? Ja. Hoe bedoel je Ik ja? zit in een reclamemand, ik probeer een brugje te maken. Ik sliep. Oh! <laughs> reclamemand, 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 reclamemand. Lekker jongens, ik zet hier een mand op tafel en een hele zachte mand waar ik in kan liggen. Ja, lekker hm? kan gaan liggen. Tukken. Jullie voelen vast al aan wat er in die mand zit. Het is Matt Sleeps. Het is Matt. Met de matrassenman. Een oer Hollands bedden- en matrassenmerk. In juni heeft de Consumentenbond, daar ben ik gek op, ja. weer de populairste matrassen van Nederland getest. En wie denk je dat er voor de vijfde keer als beste door de Consumentenbond is getest? Ja? Dan mag jij raden. Wat is dat? Het matras van Matt Sleeps. Rot op. <laughs> Echt? Ik god helemaal niet oh. op. Dat is natuurlijk omdat dat matras uniek is vanwege zijn aanpasbaarheid. Precies. Je kan zelf thuis het matras openritsen en eenvoudig de hardheid veranderen door lager te draaien. Je hebt zes hardheden. Oh. Kijk, als je bijvoorbeeld een heel erg dikke reet hebt en je partner niet. Ja. Of je hebt een andere lichaamsbouw. Nou, de kans is dan klein dat je dus samen goed ligt op een tweepersoonsmatras met één hardheid. Ja. Dat is eigenlijk iets van Want, de vorige eeuw, mensen. Je wil is... allebei je eigen hardheid Precies. in het leven. Ik, sorry, dank je wel dat je me even helpt. He? Ik begreep het gewoon niet meer. De een houdt van hard, de ja. ander houdt van zacht. En soms houdt de een weer van hard en, 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 en de ander ook. En dan kan je It's het ook weer omwisselen. Alles Ik wist kan. helemaal niet dat het kon. Of je krijgt een nieuwe partner en dan maak je weer een andere hardheid. Een goed matrasse avondkoopje koop je voor minimaal tien jaar. Wat was, was laag, jouw gerucht tien jaar geleden? Dat is misschien weer heel anders. En dan is het fijn dat je na ja. een paar jaar kan denken: ik maak mijn matras weer eens wat harder. In mijn geval, je matras iets harder vanwege dat je dus wat zwaarder bent. Ik wil dat er kan niet over praten. Iedere matras over. zal overigens na verloop van tijd wat zachter worden. Vaak is dit een reden voor mensen om een nieuwe matras te kopen. Bij met kun je dan, dan nog je matras aanpassen. Vind ik duurzaam. Talk about duurzaam. Talk about ja. duurzaam. samor. Als je matras nog niet aan vervanging toe is, kan je ook gaan voor de aanpasbare topper. Een topper van Medsleeps. Ik vind jou ook wel een aanpasbare topper, <laughs> Met de kortingscode AEL krijg je nu 30% korting. Holy shit, op het matras. Het mat, met mat, met, met matras. matras. En 35% als je er een box van of loftbed bij bestelt. Want die hebben ze ook allemaal. Dat vind ik uh, ja, fors. Ja. Dat is heel fors. Ga Dat naar medsleeps.com en bestel. Bestel, bestel, bestel. Reclame man, reclame man, reclame man, reclame man. Hoe kan het avant dat je belangrijke dingen zoals instructies, pincodes, wachtwoorden nooit en te nimmer onthoudt. Precies. En hele stomme dingen wel. Bijvoorbeeld dat je in de poep was getrapt... of dat er een iemand op je hoofd schiet. Iemand je iets Iemand stoms zei. Ja. Of, ja. Ja. Of iets heel randoms kan onthouden. Dat je bijvoorbeeld een gele blouse aan had. Ja. Verder weet je niets meer van die dag. Nee, ik heb Hoe kan voor het? dat soort. Ik heb bepaalde geheugens werken bij mij heel goed. Bijvoorbeeld, ik, ik weet altijd waar een bepaalde winkel was die ik heel erg leuk vond. Dat heeft natuurlijk ook met belangstelling te maken. Ja. Maar ik kan nog steeds verkeerd fietsen vanuit de sportschool naar hier. Dat ik denk, god, wat, wat knap dat ik nu weer het verkeerde ja, pad ben dat ik. ja En inderdaad, codes en tijden en data, nou ja, niet. En bijvoorbeeld roddelfeitjes over sterren die ik amper ken. Ja, allemaal paraat. Je hebt zo'n heerlijke rubriek gehad. Ja, en daar, daar, Toen ik jou daar... nog niet kende, las ik dat, af, las ik dat altijd. Ja. ja, dat ging bijna altijd over Kim Kardashian. Heerlijk. Van wie ik dan ook letterlijk alles weet. Ja, waarom Terwijl weten we alles Kim, Kim Kardashian... Helemaal maar weet je je pincode van je creditcard niet? Nee. Hoe kan het? Nou ja, omdat ja. het gewoon helemaal niet boeiend is, die cijfers natuurlijk... Maar het is natuurlijk wel boeiend ja, want als jij straks je euro's niet geld kan betalen, bij wijze van spreken. Nee, dan of heb je een staat probleem. in het buitenland en je moet de camping afrekenen. Precies. Terwijl niemand op zegt: op wat is de, wat is, wat, hoe heeft Kim Kardashian er extension zitten? Nee. En waar heeft ze een kleine tatoeage? Anders mag je de camping niet binnen. Nee. En nee. wanneer had ze wel een oorbel en toen nee? weer niet. En... Heeft Kardashian al gekakt vandaag? Ja, dat uh, weet ik zelfs. Uit ja. die hele grote billen van. Haar. Uit die <laughs> enorme kakopslag. Maar. Um, ik denk dat het met interesse, maar het heeft ook bij mij dan, inderdaad met negatief versus positief, dat je denkt: waarom ben ik soms zo goed in het onthouden van negatieve dingen? Want dat, zou, dat dient mij helemaal niet. Ja, dat klopt. Wij hebben het de laatste, of ik was een keertje gehad over dat je dus alle uh, complimenten, ja, die VGV'en, je je met je stof en dan uh, zeg je: nou, prima, dank je wel, ja, hartelijk. En alle, en een, een, een negatieve opmerking, onthoud ja, je. Dus easy. ons brein is. Uh, dat meen ik me toen te herinneren, weet je nog? Dat ja. ons brein geprogrammeerd is om dingen die negatief zijn of die op gevaar kunnen gevaar. duiden, beter te kunnen onthouden, ja. zodat we ons beter kunnen toerusten voor een toekomstige situatie. Ja, maar dan vind ik het dus gek in dat verband dat je dan dus bijvoorbeeld je pincode niet onthoudt. Want dat is ook gevaarlijk als precies. je die niet uit je hoofd kan. Het enige kent. wat je onthoudt is, oh, ik was op die vakantie heel angstig, want ik was steeds bang dat ik mijn pincode niet. Ja, moet. precies. En maar dan je dan niet... weet niet die pincode. Is zo vreemd. Terwijl je weet wel van Kim Kardashian welke kleur nagels ze nu op heeft. Ja. Dat ja. is toch echt. En wat ze morgen voor kleur nagels heeft. Ja. Maar nou, ja, ik, ik, heb ik je er geen iets... medisch voor? Nou, ik ging, uh, ik ging uh, nog even aan Mark vragen. Want die is ook heel slecht met weginstructies bijvoorbeeld. En die oh, verdwaalt ook altijd. Oh, ik ook. Net als ik. Eh... Um, de paniek over wat je moet doen, overwoekert je geheugen, zei hij. Ja, dat is wel een beetje zo. Ja, stel, wat je al van tevoren. Ja, wij, wij, wij vragen, wij willen naar een rommelmarkt en uh, we hebben geen tomtom. -tom. En dan zegt iemand, je moet bij de Rotonde drie kwart. En dan ga je langs, het, uh, langs de vent weg. Ja. En, en dan ga je, je rechts, links, helemaal links, rechts, rechts, richting centrum. Ja. En dan voor de kerk ga je, maak je een U-bocht. Ja. Nou, dan ben ik al. Nou, dan ben dus ik dan, al lang dan, weg. Ja, dus, de, dus, maar, dus het geheugenlaadje gaat dicht. Dus dat je dus op slot gaat, omdat je weet, hier moet ik iets mee gaan doen. Ja. En ik moet dit onthouden. Ja. En dat blokkeert dus blijkbaar iets. Ja, in omdat ons je geheugen. weet. Van, ik vind het heel moeilijk, dus het gaat me waarschijnlijk niet lukken. Dat is het. Ja. Dus dat is met die pincode misschien ook wel. En met spelletjes uitleggen. Als iemand zegt van, uh, nou, we gaan nu uh, rombi-bombi spelen. Oh, Oké, okay, we krijgen allemaal zeven kaarten. Ze ja, bij bij. De kaart... Ik heb nu al, denk ik, twintig keer gevraagd hoe Weerwolf ook al werkt. Ook. Met ik wie is de heks ik en ben wie is Weerwolf de waar elke keer weer kwijt. Ja, Terwijl, ik, denk... ik heb echt veel geweerwolf, hoor. Ja. En ik snap het gewoon eigenlijk nog steeds niet Instructies helemaal. Instructies die je dus... Ja, en heb je wel eens... Nou, Klaver Jassen natuurlijk hebben we het over gehad. Ja, dat moet ik nog leren. Gaat nooit gebeuren. Nee. Je gaat het niet leren. Nee, mijn kinderen moeten altijd heel erg lachen dat ik met kaartspelletjes best vaak win zonder dat ik de regels begrijp. Maar ik zeg ja, dus dat juist omdat je zo slim bent. Nee, want ik doe gewoon hele gekke, random dingen. Oh. Waar niemand op bedacht is. Ja. Van, wauw, is dat een strategie? Waar ja. ben je mee bezig? En Dan, dan win ik ineens. Maar ja. dat, is, dat werkt dus heel goed bij bepaalde spellen. Bij Weerwolven niet hoor, trouwens. Ik vind het heel gek bij ja. Weerwolven dan. Dan Snap denk je, we zijn nog midden in het spel. En dan zeg je, oh ja, maar nu is het spel voorbij. Want er zijn nog twee burgers en een, en een heks. En nou, dan houden we op. Dat jij ja, denkt, ja, he, he, we, he, we zitten er nog midden in. Ja. Ik ben nog helemaal vol in spanning. Ja. Dat is zo vervelend. Dat ik niet eens weet waarom het spel stopt. Snap ik gewoon helemaal niet. Ik kan alleen maar Monopoly. Daar ben ik echt heel goed in. Heb je dan ook in deze, dat je bijvoorbeeld, ik, 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 jij kent wel het spelletje pesten, toch? Met een kaart. Dat, en dat, dat lijkt op u nou, hè? Ja. Maar je hebt in families verschillende pestregels ja. acht wacht oh ja, maar tien laat je, je tien zien ja, ja, ja. Uh, um, uh, als dat dan mensen een andere pestregels ja. hebben dat je helemaal ontregeld ja, bent ja dan zeg ik ook sorry dat ja. doen we niet dat ik gaat heb dus niet. nu met Uno met de, met, de, met de Patchwork Family, als ik Uno speel, ja. dan hebben zij, dan mag je dan bijvoorbeeld, als je dan twee moet pakken, dan mag je er daarna toch eentje opgooien. Oh ja. ja dat dat nee, is gewoon dat fysiek doet niet het okay. pijn bij ja, mij. Ja, dat vind ik ook. Dat is geen groot genoege straf, namelijk ook. Nee, dat het is geen niet. straf. Dus als je dus de Uno. Kan, nou ja goed, en je mag als je Uno hebt en je hebt een pestkaart, dus dan moet je er weer in pakken. En zo. Dat kan ik gewoon niet. Nee. Dus als die regel er eenmaal in zit, ja. dan kan je er ook niet meer van afwijken. Dan, dan, dan ben je dus. Dan ben je... Ja. Ik heb het ook met boodschappen doen. Dat er bepaalde categorieën boodschappen zijn die ik altijd vergeet. Namelijk toiletartikelen. Toiletpapier ook. Ook al daar soms wel de nood zo duidelijk aan de man is dat ja. ik echt moet rennen naar Albert Heijn. Maar ik heb bijvoorbeeld heel erg, en dat, dat vergeet ik ook altijd in mijn toilet als te doen, oogmake-up remover. Dat is voor mij een soort entiteit in mijn leven die alsmaar niet duidelijk wordt. Dus ja. ik vergeet het te kopen, ik vergeet ja. het mee te nemen op vakantie. Nou, dat eigenlijk die ja. twee dingen. Ik vergeet het altijd. wel ja, best ik, belangrijk is. Ja, ik, ik doe gewoon met, 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 met uh, hoe noem je dat? Face wash, met reinigingssituatie, ja, smeer ik alles in. Het schijnt er heel raar uit. uit te zien. Maar. Ja, Nee, ik krijg het ook niet helemaal weg. Dus ik heb altijd uh, overal oogmake zitten. Ik vind het zo raar dat ik alles kan onthouden. Van dat kleine medicijntje en dat gekke cremmetje. Maar de oogmake-up remover is voor mij een soort zwart gat. Daar heb ja. ik het altijd mee. Ik heb hier nog staan. Is het een focusprobleem? Vraagteken. Ik denk het sowieso wel. Ja. ja. Dus je kunt je niet focussen op informatie die op dat moment heel belangrijk is om te onthouden. Namelijk je pincode. Ja, maar wel heel erg focussen. Maar wel heel erg focussen op alles eromheen. Ja, ik kan het bijvoorbeeld met kleding kan ik heel goed onthouden. Bijvoorbeeld zo'n foto weet ik echt wel over twee jaar nog wat iedereen aan had. Dat is... Okay. Maar dat, is, dat heeft dus met interesse te maken bij mij. Ja. Dat ik dan in een hele diepe focus kan ja. komen. Terwijl voor de rest is de focus zeer ver Terwijl te dingen waar je eigenlijk in geïnteresseerd zou moeten zijn, namelijk je wachtwoord ja. van je DigiD. Ja, en je huisnummer. Nou ja, dat weet ik wel hoor. Ja. Maar, maar Je postcode je, je nummerbord van de auto. En dan geen. Vaak, idee. Welk station moet ik uitstappen? Oh, dat vind ik moeilijk. Den Haag laan van. Nooi. <laughs> Ja, ik moet heel vaak over, overstappen. Moet, ja. Ja. En het overstappen bij mij. Nou, bij de Lammerschans. Ik, die mensen zien mij tien keer in de trein checken van moet ik nou overstappen bij Leiden, bij de Laan van Nooi of, of, of op Schiphol. Ja, dat doe ik gewoon echt altijd verkeerd. Ja, zouden de mensen die dus, uh, dit ook hebben, wij namelijk hè, en andere mensen die dit horen, ook bijvoorbeeld heel lang hebben gedaan over je rijexamen? Die het voorbeeld nooit hebben gehaald. Ja, maar, maar, maar gewoon even los daarvan. Ja. Bijvoorbeeld, wat voor examen dan ook. Ja, want dat zijn ook wel echt hele rottige, vervelende, niet interessante, bijna niet onthoudbare feiten om in je hoofd te krijgen. Ik dacht wel met rijles, niemand kan dit ooit allemaal onthouden. Nee, dat is natuurlijk ook en zo. En uiteindelijk, na zes keer te zijn gezakt, kan ik het. Ja. Min of meer. Maar je weet natuurlijk helemaal maar... niet meer al die regels en al die borden, toch? Nee. God nee, aan. Of Wat je of bandenspanning hoe, hoe, moet zijn. Of ja, hoe breed je trekhaak. je Wanneer je ja, een vlag aan je aanhangt. Of de remweg van een aanhanger of zoiets. Zo zoiets herinner ja. ik me vaaglijk. Nee, dat weet ik allemaal niet meer. Toen dacht ik ook van, dit is niet haalbaar. Maar we hebben dus niet een goede controle over ons geheugen. Nee. Zijn er mensen met tips? Want dit is ja, dus een probleem graag. waar we allebei geen uh, oplossing voor hebben. Nou, ik, ik heb wel één oplossing. Um, en dat is dat je dan een huisje moet inrichten. Um, waar, waar je pincode hangt aan de muur, bijvoorbeeld op een schilderij. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat, wat ik heel vaak doe. Ja. Ik schrijf natuurlijk vaak dingen bijvoorbeeld boodschappen. Die schrijf ik vaak op een briefje. En dat briefje ja. dat stop ik in mijn zak. Maar nu ben ik al zover dat ik het op een briefje in mijn hoofd aan het schrijven ben. Ja, dit klinkt echt heel leuk. Nee, oeilijk. vind ik helemaal niet gek. Dus dan denk ik: oké. Okay, ja. ah, dus het ja. is niet van onthoud dit en dit. Maar gewoon ga het even op het briefje in je hoofd ja. schrijven. Dus dan ben ik eigenlijk echt met een stift dat zo aan het opschrijven. Ja, dat dat is helpt heel goed. al. Dat helpt al. En ik, ik leer heel te veel tekst, of heel veel. Ja, jij ik leer jij wel kunt een tekst. echt goed teksten leren. Ja, maar dan zie ik in mijn hoofd, zie ik waar het staat in de bladspiegel. Ja, dat kan ik dus echt helemaal niet. Jij hebt zo'n belachelijk geheugen voor tekst. Nee, ja, helemaal echt, want niet. ik heb een voorstelling met je gemaakt, en dan had je het gewoon binnen één dag in je hoofd. Dus wat dat betreft, ja, Maar jij ook? Nee, ik vergat het de hele tijd. Ja. ja. Heel vaak ging jij mij helpen, want dan ben je ook heel goed, want je kent ook de tekst van alle andere mensen. Ja, daar heb jij echt een krankzinnige Ja, maar dat is natuurlijk voor. een kwestie van leven of dood, en anders haal je ja. het op met je beroep. Ja, maar ik denk ja. ook wel dat er acteurs zijn die er echt wel meer mee struiken. Nou, hoor. oudere acteurs, tuurlijk. Over het algemeen wordt het steeds moeilijker. Ja, ja dat is dat heel aspect erg van je, je. Ik bedoel, ze kunnen nog wel acteren, maar het ja. onthouden is. Ja, want van... ze kunnen namelijk wel steeds mooier acteren. Ja, erg, ja, ja, heel erg. Ja, en dan kom je toch in dat territorium terecht. <laughs> dat ach, nee, dat denk. Ik, thank you for the. Wat was de code? For the. For the. De... Thank you for. Nee, wacht, dat is een ander nummer. En dan is ze zo blij met de hologram. Sowieso, zij wilde toch nooit in een vliegtuig, of was het die andere? Ja? Eén van de twee wil echt niet reizen. Nee, dat hangt een sombere sfeer omheen. me heen. Een sfeer omheen. Volgens mij die blonde. Dat is niet Agneta. Dat is Annie Frit. Echt? Agneta is toch die blonde? Oh. Annie oh, ja, Annie, Frit is die donkere. Fernando. Nee, je hebt gelijk. Ik haal het door. En uh, dan, op dan op heb aan. je buren. Je denkt Buren is die met die baard, want het is niet zo. Buren dat is, is diegene met die, met die enge moedervlek. En dat hele rare sluiken ja, haar. Heel sluik. Dus ja. je denkt Buren, Bjuren, Buren. buren. <laughs> het is er een beetje Waarom? Waarom haal je het niet gewoon af Buren? En Benny. <laughs> ik moet heel erg bekennen dat ik pas sinds echt een maand of zo weet, dat Abba gewoon hun namen zijn. Ja, de Biel dat, dat is echt heel raar dat ik dat nooit heb gezien. Nee, vind ik niet heel raar. Alba is, ja. is natuurlijk een heel goede naam. Je ja, ik dacht gewoon, het is net zoiets als ja, kis of zo. Nee, Alba. Nee, hoe noem je dat? Iets wat je anders een palindroom. Palindroom. Sorry, niet een onomatope. Ik wil een leuk palindroom. Ja, prima. Het is een prima palindroom. Maar, ja. Nou, ja. dat je dat niet doet. Maar goed. Zullen we naar het grote probleem? Heel graag. Wanneer is een flag red? Precies. Wanneer? En wanneer is hij groen, wanneer is hij Wanneer geel. is hij gewoon oranje? Of uh, We kwamen hier eigenlijk op omdat we hadden een probleem van iemand. En haar vriend rook best wel vaak naar alcohol ja. overdag. En dan zeiden heel veel mensen red, red, flag, flag, red flag, flag, red flag, red flag. Of ze ja. gingen alleen maar het red flag uh, emoji'tje intypen. Ja. En het is op TikTok ook een en al red flag. Dit is een red flag ja, en dat is een want, red flag. Want ik, ik wil eerst altijd tegen jou zeggen. Het begrip red flag is geërodeerd. Oh. Net zoals gaslighting. Ja, want Chef zei gisteren, ja, maar als iemand hele vieze deodorant heeft... is het ook een red flag. Ja, ik zei, ja, Chef, een red flag is ja. gewoon of iemand een psychopaat blijft ja, zijn. Ja, precies, of niet. dat is vrij belangrijk. Niet of, je, of, je, of nee, je een stukje, stukje spinazie tussen je tanden lachen, hebt. Want ik zag dus uh, een, ja. een samenvatting van red flags... waarvan ik dacht, wauw. Vertel. <laughs> dus <clears throat> je moet opletten als iemand een beetje uh, controlerend is... als iemand uh, weinig zelfvertrouwen heeft... als iemand snel boos wordt... Als je, als je van elkaar afhankelijk bent in een relatie, codependent, denk nou, hij er. er is toch helemaal niks mis met elkaar nodig hebben. Ja, maar ik, ik vind ben het al ook... deze flags zijn bij ja, mij ik staan gewoon ja, uit, staan te vieren. Ja, en ik ben ze ook allemaal zelf. Ik ook. Dus dan denk ik, jongens, dat dat ja, dat dat zijn dat zijn geen red flags, ja. vind ik. Is dan niet, zijn de flags niet zo red dat de lat te hoog gaat liggen? Want je kan natuurlijk niet met anders moet je met een hologram gaan ja, eten. Want een mens dan heeft tekortkomingen en mens is onredelijk precies. Een mens stinkt soms uit zijn bek ja, en een heel, mens is soms heel controlerend. Is soms heel vervelend. Ja. Nee, want er staat altijd jaloezie. Denk ik. Ja, jaloezie. Dat is menselijk. Iedereen Als je niet jaloers wel... bent, ben je ook een hologram. Ja, en ik vind dat ook een beetje. Ja, dat vind ik ook een gekke. Ja? Vind ik eigenlijk een beetje eng. Als ik mensen ook? nooit jaloers zijn op iemand anders, yeah? dan denk ik, ben jij ook? Oh, ik een ben. Mens. Ik ben heel vaak jaloers. Ik ook. Ja. Tuurlijk. Ja, sorry dat ik. Ja, ik ben misschien heel. Ik veel slecht jaloers. relatiemateriaal. Het is natuurlijk vreselijk als iemand, ja. bijvoorbeeld, stel je zegt, ik ga even met mijn beste vriendin afspreken en je nieuwe vriend wordt dan jaloers. Ja. Dat is dat vind ik wel een red flag. Dat is een red flag. Dat is Tenzij een red flag. Die, je zes weken bent gaan wandelen door Patagonië en je komt thuis. Ja. En, de eerste, en je gaat meteen eerste, weer op, ja, dan op dan koffiehoek is dat ook met je. Nee, dan Anders wil is je elkaar een, even zien. Precies. Maar voor de rest is dat een red flag. Maar ik 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 heb heel veel um, red flags gevonden. Alleen het moeilijke is inderdaad Soms zijn ze aan erosie onderhevig en soms denken mensen al gauw dat het iets is. Bijvoorbeeld, heel veel mensen zeggen: pas op voor narcisten. Denk ik ja, dat is waar. Maar niet ja. iedereen die een beetje. Maar iedereen zijn een ex is ook een narcist. Ja, of je een hebt een, een ex is een borderline. Ja. Als de vrouw is en als de man is uh, altijd een narcist. Als het een narcist is. Of, of iemand met autisme. Denk, nou, ja. Dat is allemaal wel heel makkelijk. Jongen. Ja. Dus ja. Daarom, en ook, bijvoorbeeld, ken je de term love bombing? Die heb ik ook pas, pas een paar jaar geleden geleerd. Love bombing. Wat is dat? Nou, dat is Klinkt dus, goed. En, precies. Ik vind dat klinkt klinkt lekker. helemaal prima. Da, dan ben je net in het begin van een relatie. Zullen ja? dus een boze brief over krijgen, maar dan gaat je iemand je helemaal overstelpen met liefde. Dus 6000 rozen of zo. Ja, of, of, of de, de hele de, dag sturen en 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 heel veel kussen en je voeten kussen. En, maar ik denk van ja. Is dat nou zo erg? Ja, ik zie dat ook als, als de eerste ja. tijden van ja. verliefdheid. Een beetje love bombing. Is nou, iemand die het toch? zelfvertrouwen heeft om jou te laten weten dat hij of zij verliefd op je is, ja. is heel, vind ik, heel aantrekkelijk en vind ik fijn. Ik doe ook wel aan love bombing. Maar begin. zoveel love bombing, uh, of dat iemand al in een hele andere fase zit in zijn ja, hoofd. Nee, dat is natuurlijk je, raar. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Stel je bent op een eerste oriënterende date en iemand op... begint je compleet plat te appen, ja. dat is natuurlijk echt niet fijn vooral als ja. je, wel als je die signalen over en weer hebt gegeven van hey lovebomb mij maar ja. maar niet maar als je nog niet echt nee dat is creepy ja, ja. nee misschien bedoelen nou, ze niet dat niet creepy maar meer dat je zelf dat het eigenlijk zo dominant wordt je uit liefdesuit, de liefdesuitingen van die ander dat je zelf eigenlijk niet meer Weet mag wat je beslissen moet of, of, of of ergens achter mag komen ja, ja dus dat is soms dat ook heel dat goed. Is misschien ja. meer lovebombing want ik denk gewoon lovebombing lovebombing dat is gewoon verliefd zijn maar als je inderdaad niet al In die fase ja. bent of nog een beetje aftastende, ja, dan is het natuurlijk niet fijn als je de hele tijd iemand voor je huis had met allemaal ballonnen met jouw ja. naam erop en zo. Ja. Of zo zie ik er ja, ja, of je naam zo heel groot ja. op zijn arm laat tatoeëren en zo heb ik nooit oh, meegemaakt. Wat hoor. Grappig. Ja, gezegd. nee, nee, dat is natuurlijk dat heel dat zou gezegd. voor mij uh, betekenen dat ik daar gewoon red heel flag. erg uh, van zou schrikken. Ja, ja. dat ja. is een red, flag. maar ik was zelf bijvoorbeeld. Toen In de beginfase van mijn, van mijn huidige relatie dacht ik: Nou, hij mag nu ook wel eens een keertje bellen, of uh, ik heb nu al even niks, weet ik veel wat. Ja, dat je daar hoor op ik niks? Te want ik ben toch gewoon ontzettend leuk. Ja, waarom? Dus jij wilde gelafband worden? Nou ja, of, of gewoon een klein, überhaupt. één klein bommetje. Ja, ja. en toen zijn vriendin van mij: Ja, maar je moet je liefde nu op een bootje leggen en dat bootje moet je laten varen. Ja, je dus moet je er moet ook niet een te beetje vertrouwen zijn. zijn. Ja. ja, want je kan niet, nee, toen nee, dacht nee, ik: Ja, waar. dat is zo, dat heb ik gedaan. Heel en dat goed. was eigenlijk prima. Toen dacht ja. ik ja nee, oké, okay, dat bootje vaart. En iedereen het vaart op zingt, zijn eigen tempo. Ja, als het bootje zinkt, dan zinkt het. Ja. En dan is het niet, uh, heeft het niet zo moeten zijn? Nee, ik ben inderdaad ook wel iemand die al gauw denkt dat er gelafband moet worden, terwijl ja, niet iedereen ja. is zo. Dat is gewoon. Niet iedereen zo. is zo, niet iedereen kan heel goed daar woorden voor vinden. En nee. do, sommige mensen die zeggen het niet de hele tijd, maar die doen bijvoorbeeld heel veel voor je. Ja, of die denken het wel de hele tijd, oh. denk ik. Hoop ik. Ja. En wat ik ook een hele ja. goede vond, wat, wat ik wel echt een waar vind en dat is trouwens ook in vriendschap, want in vriendschap heb je natuurlijk ook red flags. Je hebt al in alle relaties heb je red Tuurlijk, flags. Ja. De energievampier. Daar had ik dus nog nooit van gehoord. Maar vind er Ik een heel mooi. Je weet precies wat het is natuurlijk. Afspraak. Diegene trekt elk leven uit je. Ja. En je denkt altijd na een afspraak, waarom ben ik nou zo moe? Ja. En niet van het lachen. Ja. Ik vind de energievampier in vriendschap en in liefde ook. hè? Maar ik, ik zie heel al die dingen eigenlijk als red flags op beide fronten. Ja. Energievampier een energie heb van ik echt. Dat weleens... vind ik wel fantastische ja, die is goed, uitdrukking. Hè? Daarom zijn soms woorden zo handig dat je kan denken, oh, dit is nu gaande. Een energievampier. energievampier. Daarom vond Love Bombing ook wel een goed woord. Ah. Heb jij nog een red flag? Waar ja, jij altijd zeker. tegenaan of niet tegen aan. Nou, ik, ik wil het nog even hebben over het verschil tussen een afknapper en een red flag. Oh ja. Want uh, nu heden zijn dagen vinden dus kinderen een verkeerde deo is dan een red flag. Ja, nee, dat is. Ja, dat, geen dat red vind flag. ik echt onzin. Maar dat is wel een dat afknapper. Wil ik even tegen mensen, dus tegen de jonge mensen zeggen. Ik vind een de verkeerde deo wel een afknapper. Ja, maar dan zeg je toch, God, hier, hier neem deze deo van de natuurwinkel of ja. neem een Rexona, weet ik veel wat. Ja. Nou, dan is het klaar. Nee, ik bedoel, als diegene die daarnaar was, naar luistert natuurlijk wel. Ik vind het je... ook een beetje een afknapper als mensen deo midden op de eettafel hebben staan. Maar Niet een red flag. Nee, ik vind, vind het afknappen. Ik vind dus dat dingen, niet, dus, vind niet dus sexy. toiletproducten of verkeerde plekken. Ja, ja, niet zo van. Nee, vind ik niet erg. Dat zou zou ik, bij mij daar zo kunnen voorkomen. Ja, of, ja, bij, van, mij, maar... ja, dat zou ik niet zo heel erg. Toch vinden. vind ik het niet leuk. Het Is een irritante stem. Dat vond ik eigenlijk de eerste afknappen waar ik meteen aan zou kunnen denken. Ja. Dat is niet een red flag. Stemgeluid is heel belangrijk. Maar een moeilijke stem is in een relatie zou ik ja. een afknappen vinden die voor mij een dealbreaker zou zijn. Maar stem, de stem is onderdeel van het hele, een heel groot onderdeel van het hele pakket. vind ik. Een mooie stem is voor mij wel echt het halve werk. Ja, nou dan zit je goed. Ja, nou dat. Want uh, jouw vriend heeft een ja, hele mooie stem. Die, heeft, dat is... die kan gewoon reclames inspreken. De, ja, die heeft. <laughs> dat is een heel lekkere stem. Ja, ja. absoluut. Dat nou ja, is heel belangrijk. Je ziet wel eens iemand, die vind je dan heel knap. Ja. En dan trekt diegene zijn of haar mond open en dan oh, kiep, ja. je... Ja, maar nu kun je betalen. Ik echt harte te kiezen. Ja, jammer. Jammer van de stem. Ja, maar goed. Uh, ja. ja. Uh, dus een red flag is niet een irritante stem. Nee. Een red flag is een voorbode van gevaar en latere serieuze problemen. Ja. En ook dat is van hem. eigenlijk wist je het al. Ja, en achteraf weet je natuurlijk prima of de flags red waren. Ja. Snap je? Ja. Uh, uh, twintig lege flessen Bacardi uh, in het Was toilet. Was een heel klein red, Was een red flagje. Ja. Je, Waarvan waar je dacht, nou ja. Soms is het heel goed om je ergens overheen te zetten. En soms is het goed om je onderbuikgevoel te volgen. Ja, maar dat is wel moeilijk. Wanneer? Hè? Ja. Dat vind ik heel, heel ingewikkeld. Je hebt heel makkelijke red flags af. Uh, bijvoorbeeld, heel makkelijk is. Een, precies, een, een zware verslaving. Ja, dat is makkelijk. Maar ja, wanneer zie je of iemand zwaar verslaafd is of niet. Precies. Want verslaving is ook vaak stiekem. Je, je kleineren, ja. Klein houden, uh, gewelddadig, ook. nadoen. Ja. Maar wat vind je bijvoorbeeld van een andere politieke voorkeur? Ja. Vind je dat een red flag? Vind ik een hele lastige. Vind ik ook heel ja. leuk. Stel je voor, je, je deed met iemand die heel leuk is. Hij ruikt fantastisch. Hij is heel leuk in bed. Je kan ermee lachen. En hij stemt op een, een bepaalde uh, partij. Die, ja, uh, met ontvolking. Nu... Ja. Uh, nou. ja, dat zou voor mij wel. Wat zou je daarvan vinden? Ik kan dat gewoon bijna. Terwijl iemand niet aan. is heel lief voor de hond. Hij ja. is schoon op zichzelf. Hij is aardig voor de kinderen. Ja, maar hij is niet lief voor ieder voor, voor alle ja. mensen. Maar ja, ik, kan, ja, ik, ik, ik denk. Ja, ik zeg nu heel erg veel. Oh, dat zou nooit kunnen, maar je weet het. Dat is echt een moeilijke vind ja, ik. Hè? Ja, vind ik heel lastig. Dus, dat je dus we, wezenlijk anders denkt over sommige maatschappelijke ja, dan dingen. Denk je dan toch wel heel vaak ja. hele vervelende, lange discussies krijgen, waar je helemaal niet uit gaat komen. En dat is of je, je mijt het onderwerp. Het gekke is het dan. Want iemand die bijvoorbeeld heel keurig is en heel keurig stemt en hele keurige normen en waarde op na zegt te houden. Ja. kan vaak heel vervelend doen tegen ja. personeel. Ja, of tegen dieren. Of tegen dieren. Ja. Dat zou voor mij. Dat is voor mij ook een red ja, flag. Dat is dus waar. mensen die schoonmaken of personeel oh, uh, dat haat in een restaurant ja. die daar tegen doet. Of tegen dieren naar doet. Ja, vind ik heel erg red flaggerig. Ja, vind ik ook ja. red flaggerig. En voor mij een red flag zou zijn, maar voor een ander misschien niet. Ik weet niet hoe dat voor jou zit. Heel veel rommel op straat flikkeren. Oh, dus ja. dat je dus gewoon eigenlijk alles uit je auto gooit. Ja, dat, gewoon maar van... dat vind ik super asociaal. En ik ben ook wel een ja. kern die mensen daarop aanspreekt. Maar toch, stel je bent heel erg verliefd op iemand. En, en hij, iemand gooit zo de asbak zo uit de Ja, auto. dan zou ik denken van, uh, je wat stom. Maar wat is hij toch leuk? Ja, dat ja. dat zou dus voor mij. Maar, nee, wat ja, he, dat is Want Dat zou voor mij. Staat ja, maar, dat voor heel veel andere ja, dingen? Ja, dat staat gewoon voor zo asociaal zijn dat je eigenlijk niet, ja. niet oké okay bent. Ja, maar ik. Oh voor ja, jou dat dus niet, staat dat niet, voor is mij wel he? voor wegcijferbare dingetjes. Ja. ja. Heel erg opscheppen. Uh, dat is voor mij een. Is dat nou een red flag of een deal Nou, breaker? dat hangt voor mij een beetje samen met liegen en bedriegen. Nou ja, opscheppen... Je over... bedoelt opscheppen over dingen die niet waar zijn. Maar opscheppen over hoeveel geld iemand heeft of hoeveel succes iemand heeft. Dat vind ik gewoon kotsverwekkend. Ja. ja. Dat vind ik gewoon triest. Maar is dat een red flag of een afknapper? Afknapper. Oké, okay. ja, afknapper. Vind ik wel. Ja. Maar v afknappers zijn ook belangrijk. Um, wat vind je bijvoorbeeld van een kwade dronk? Ja, die hebben we volgens mij ook een keer als probleem ja, ja dat, dat was ja dat was die vrouw die zei van nou ja het moeilijke is die kwade dronk is niet die persoon want als die persoon nuchter is is hij dus gewoon oké precies okay. dus als diegene niet drinkt ja dan is hij niet dan uh, ineens is okay. uh, uh, een soort ja. monster maar als diegene dan vaak gaat drinken waar jij bij bent dat lijkt mij echt heel rottig ja. het is alleen dan zo moeilijk gaan. vind ik met drank het zegt natuurlijk in wezen niet alles over die persoon want het is de drank die Klopt. dan aan het woord is nou ja, laten we dan het drank maar even bewaren. Want we willen nog een keer een aflevering over drank, drank hebben. Ja, we willen een drankaflevering ja. maken. Ja, gaan we ook Mag helemaal ik nog een paar even ja, 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 ja. Heel veel uitleggen, de hele tijd aan je afknapper. Afknapper. Ja, vind niet ik. een red flag. afknapper. Nou, niet luisteren. Dat vind afknapper. ik een red flag. Niet luisteren. Ja. Ik denk dat ik dat ongeveer de ja. slechtste eigenschap in mensen vind. ja. ja. Niet kunnen lachen samen. Dat is een afknapper. Dat is een afknapper, maar ook een red flag, want je weet gewoon, dan ga je ja. het gewoon niet redden. Heel snel beledigd zijn over een grap, vind ik een red flag. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, ja. wel veel meegedeeld. Uh, grillig zijn, dus wisselvallig zijn. Oeh, dat vind ik een red flag. Ja. Ja, tenzij het over broodbeleg gaat of zo, maar... Ja. Wat een uh, mooie dag is het vandaag. Oh, ik voel me zo kut. Ja, ah, en dan, ja, ja of dat... ook tegen jou, hè? Van, ja. uh, ben je toch een kut? Even, oh, ja, ik hou van je. Ik hou van je ja. ja, en dan kan je eerst ja. nog denken: Oh, dat hebben we een dramatische oh, ja, maar die ingewikkelen... mensen hebben vaak een heel goed seksleven. Ja, mensen die, die op die met manier film... met elkaar omgaan, die zijn de hele dag uh, liggen ze te seksen. Oh ja, nou ja. dat is dan weer geen red flag. Uh, heel erg aan de drank. Beetje aan de drank vind ik niet erg. Nee, maar, maar wat goed. is het verschil? Ja. En dat kan natuurlijk ook nog veranderen, in het rigide leven. Rigide zijn. Oh ja, vind ik ook wel moeilijk. Maar ja, ik ben ook wel rigide. Uh, vies, als iemand vies is, een beetje vies, dus niet heel schoon op ja. zichzelf, is dat een red flag van afknapper? Afknapper. Het kan ook een red flag zijn voor bijvoorbeeld een depressie of oh, een, zo, ja. of, een, of, of helemaal niet voor jezelf kunnen voor zorgen voor heel veel andere problemen. Ja, maar ik vind ik vind best wel snel vies om. om ja. ik, bijvoorbeeld ik vind het best wel vies als iemand in de trein zit te nagelbijten. Gebeurt echt heel veel. Ja. Terwijl je denkt, nou ja, dat, dat zal is al verder vies. een prima ja. persoon. Ik, ik doe het ook zijn. wel eens. Ja, ja ik, ik dacht en gewoon, dan heb ik het niet ik, eens door. Ik, ik heb het hele gesprek zitten nagelbijten. Ja, ik zag laatst echt zo'n jongen ja. die ging zo helemaal de boel echt zo bijwerken, Pff, weet je? Wat van: Pff, "We hebben nu een uur." Dat is ik zo echt zo te kijken. Nou, dan gaat nou, nu nou, deze, deze bij. Ik, ik zit nu al een uur te kijken hoe jij je nagels aan het bijten bent, zo smerig. Altijd te laat komen. Afknappen red flag. Hoeveel te laat gemiddeld? Tien minuten. Dat vind ik wel kunnen. Ja. Maar vind ik wel vervelend. Ja, want niet komen ja. opdagen is natuurlijk wel... Dat is een absolute red flag. Ja. En ik vind, ook, vind het ook niet zo leuk als mensen altijd te laat zijn en nooit sorry zeggen. Oh ja. Terwijl eigenlijk wat maakt het uit? Ja, want iemand... Maar ik ben dus een... ook best wel vaak vijf ja. minuten laat, maar dan zeg ik wel altijd sorry. Uh, een leugentje om best wil. Als je ziet dat iemand anders liegt, nou, nou ja. Maar wat voor leugentje is dat dan? Van oh nee, je hebt geen dikke kont in die broek of zo. Ja. Dat vind ik oké. Okay. Maar liegen... Vind ja. ik echt heel moeilijk. Vliegen is moeilijk. Ja. Um. Weet je wat ik een hele erge red flag vind? Ja. Dit is dus weer relaties in het algemeen. Maar je alleen maar leuk vinden als je zielig of juist heel succesvol bent. Dus mensen die je niet... Die ja, of graag als slachtoffer willen zien, of als een soort winnaar waar ze achteraan willen lopen. Dat vind ik een heel erg goede opmerking. Maar dat is dit. echt een hele, hele erge red flag. Dus ze hebben geen interesse voor je als het even saai is. Nee, of als je geen weer gaat tussen die twee dingen. Of als je gemiddeld bent. Wat je natuurlijk ook vaak bent. Ja. Maar dan houden ze alleen maar een, van één aspect van jou. Dat, en dat vind ik een ongelooflijk. Die, die Daar die, moet je erg mee oppassen. Ik zou zeggen, die zetten we bovenaan de lijst. Dat vind ja. ik een. Um... Ze knopen het in je oren. Goed, nou, ik, ik, ik denk dat we het hierover moeten ophouden. We gaan uh, het probleem van de luisteraar ja, Je moet gewoon je eigen red flag benoemen. Ik denk dat we er gewoon nog een aflevering over... Af, want ik heb dan allemaal dingen over op eieren lopen. Zul, laten we de red flag uh, laten we over ja, twee red weken... Ja, deel twee. Of volgende week. Of in de winter. Winterse red flags. Ja? Ja, ik denk dat het leuk is als er wat tijd tussen zit. Is goed. Want dan kunnen de mensen ook even naar ons schrijven... We zijn vast iets vergeten. Weet je wat leuk is, jongens? Als je denkt, dit is voor mij een red flag... die voor jou helemaal niet een red flag is... Ja, hè? dat je denkt, ook oh, vindt het heel heerlijk om op, op eieren te lopen. Stuur je red flag op. Ja. En dan maken we er een mandje van. En dan pakken we dat uit Precies. bij de volgende red flag aflevering. Doen we ook rode kleding aan. Ja, dat is goed. Of met gewoon een rode, grote rode... Een rood rood op de Laten we dan door uh, Sander Schimmelpennink maken. Oh ja, dat is goed. Leuk, die is er echt voor in. <laughs> um, zal ik het probleem voorlezen? Ja. Hoi oh Afelies, ja, graag schakel ik jullie hulp in. Mijn dochtertje is drie jaar. Mijn oudere broer heeft een zoontje dat een half jaar jonger is... Ik noem het zoontje voor het gemak even Pietje. Erg leuk dat ze zo weinig schelen, want als ze bij elkaar zijn, kunnen ze lekker met elkaar spelen. Mijn ouders passen elke week op Pietje. Ik probeer zoveel mogelijk met mijn dochtertje langs te gaan bij opa en oma, maar telkens gaat het daarover hoe leuk Pietje wel niet is. Dat begint eigenlijk al zodra ik binnenstap. De vergelijkingen vliegen ons dan om de oren. Hartstikke leuk voor Pietje natuurlijk, maar mijn dochter en ik ook wil op dat moment graag ook aandacht van opa en oma. Ik vind het lastig om hier iets van te zeggen. Tijdens mijn jeugd was mijn broer al degene die veel in de picture stond en veel aandacht kreeg. Als ik daar dan iets van zei, werd ik als jaloers weggezet en iemand die graag aandacht wilde. Ik ben bang dat ik, als ik het nu weer opbreng, weer de jaloerse zus ben. Terwijl ik vooral niet zit te wachten op een competitiestrijd tussen mijn dochter en haar neefje. Daarnaast ben ik mijn ouders erg dankbaar omdat ze me erg hebben geholpen na de geboorte van mijn dochter. Ik kreeg toen namelijk een postnatale depressie, dus ik wil ze ook niet kwetsen. Ik merk dat ik bezoekjes aan mijn ouders uitstel en dat ik eerder aan mijn schoonouders vraag om op te passen. Ik zie mezelf ook niet echt als een jaloers persoon. Ik vind het vooral belangrijk dat mijn dochter gelukkig is en dat ze, als ze bij opa en oma is, de aandacht krijgt die ze verdient. Kunnen jullie me helpen? Oh ja, ik kom ook nog eens uit de familie die niet graag over gevoelens of problemen praat. Is dit een red flag? Kun je dan je afvragen. Nee, vind ik ook niet. Nee, nee, dat vind ik niet. Ik vond heel lieve reacties op Instagram. Ja, goede reacties. Er wordt steeds gezegd, ze hebben het misschien ook wel zo heel liefdevol over jullie. Dat was ook als het eerste wat zijn. mij te binnen schoot. Ja. Want je praat natuurlijk meestal ja. over de mensen die ja. er dan niet zijn. Want dan ja. heb je dat als gespreksonderwerp. Ja. En dat is inderdaad niet handig. Is misschien ook een beetje die generatie. Ja. Um, ik. Ik heb ook niet heel veel complimentjes gekregen als kind. Ik ook niet. Uh, voor mijn gevoel. Maar als je aan mijn zus vraagt wie kreeg het meest complimenten, dan zal ze meteen zeggen: Lies. Ja. Dus voor mij, ik heb nooit, ik, ik kreeg nooit complimentjes. Ja. Maar mijn zus denkt, ik kreeg nooit complimentjes. Ja, gek, hè? <laughs> en, uh, je denkt ook altijd dat het andere kind het lievelingetje is. is. Ja. Ik dacht altijd dat. dat... Nou ja, wisselend: mijn broer of mijn zus de lievelingetjes waren. Ik dacht ook dat mijn zus lieveling ja. was, want die kreeg een hond en een paard en dan uh, weet ik veel. Ja, ik kreeg ja. trouwens ook een hond, dus wat dat betreft. Maar en ik denk ook dat, ja. dat, dat ik ook af en toe het lievelingetje was. Ja. Maar je denkt dat nooit van jezelf. Tenminste, niet veel mensen denken dat volgens mij van nee. zichzelf omdat er nee, toch altijd een ik, soort competitie ik, ik, ik is Ik moet toch broers zeggen, ik heb zussen. het wel makkelijker gehad misschien thuis. Omdat je als jongste heb je het makkelijker. Dus ze zijn minder streng voor je. Er is gewoon minder interesse ja. in de regels of zo. Aan de andere kant moest jij dan weer tot het laatst thuis wonen. En dan waren de anderen alweer uitgevlogen. Dat, dat lijkt mij waar. weer stom aan de jongste zijn. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook niet leuk. Dat klopt. Maar uh, ik, um, uh, ik denk dat het ook goed is om er met je broer over te praten. Of dat zo is. Hebben ze het de hele tijd over? Uh, ja. En toch? Ik vraag me af, zij, zij gooit het nu ook een beetje op het gevoel van haar dochter. Hè? En ik vraag me echt af of die dochter daar nou zoveel last van heeft. Nou, ik denk dat het eerder over haarzelf gaat. Ja, precies. Volgens mij projecteert ze het op die dochter. Ja. Want ik, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat zo'n klein kind ja. al competitie voelt met haar neefje. Ja. Dat, dat, dat denk ik gewoon niet. Aan de ene kant zou ik zeggen. Laat het zitten en zorg dat je niet afhankelijk wordt... van de goedkeuring of complimenten van je ja. ouders. Maar dat is wel heel makkelijk gezegd, ja. hè? Laat het zitten. Zeker, want het, want het, het raakt beetje. er gewoon. Ja. En ik denk dat je ouders onbewust ook voelen... dat het een soort beladenheid heeft, het hele onderwerp. Ja. Omdat, je, omdat je voor jouw gevoel vroeger al niet ja. de, je, de jaloers Gezien zus werd. voelde. Ja. En zo, weet je wel? Dus misschien is er, hangt er een soort beladenheid over... En raken ze daarom juist in een soort toerecht van Pietje. Ja. En aan de andere kant denk ik lees deze hele brief die ik uitstekend geformuleerd vind, integraal voor aan je ouders. Ja, maar ze houden dus niet van over gevoelens praten. Maar goed. En dan zeg je dat ja, ja. ik weet dat we niet over. Of je geeft kunnen ze die praten. brief. Je geeft ze Precies. die brief, dan hoef je het niet eens face to face te doen. Want je zegt ook mijn ouders hebben heel veel voor me gedaan. Ja, en dat dat, en dat, dat is toont toch heel voor mij ook aan ze houden gewoon ze houden van heel haar heel veel van haar. Ja. ja, ze vinden het leuk als ze over de vloer komt en ze vinden het ook leuk als Pietje over de ja. vloer komt dat is alleen maar heel erg fijn. Ik las nog een heel goed bericht van een vrouw die uh, een uh, familie had in Amerika en ze zei: nou, mijn ouders wilden dan nooit naar mij komen, want uh, dan vijftig minuten in de auto was dan te veel, maar ze gingen wel drie keer per jaar naar Amerika ja. en dan zaten ze alleen maar tegen ons te zeggen: oh, het in Amerika is het allemaal fantastisch. Ja. En toen sprak ze later haar zus die dus in Amerika woonde en die zei: ze hebben het alleen maar over jullie ja, als ze dan gek, in Amerika zijn. Ja. Dat vond ik heel lief. Ja. En ook wel een beetje zielig dat je dan, dan achteraf pas achterkomt. Ja. Ja, maar het is ook logisch want ja, ik weet niet. Als je met iemand zit, dan heb je het meestal over dan, dan neem je de rest van de familie even ja. door, zeg maar. Ja. En natuurlijk neem je ook elkaar door, maar dat heb je niet zo door. Dat is niet zo'n ja. echt een, een onderwerp. Dat is meer gewoon zien van oh, het gaat goed of ze ja. heeft een nieuw huis of leuk, het gaat, ze heeft een relatie. Maar Mensen, dat ga je niet zo bespreken met elkaar. Mensen die hun kinderen de hele dag prijzen voor alles, krijg ik ook jeuk van, moet ja. je heel eerlijk zeggen, hoor. En dan maar moet dat moet je ook daarmee oppassen hoor. Ja, want anders dan denk je later in het leven dat ja. als jij een, uh, een scheet laat, dat, dat iedereen, iedereen te zegt, klappen. Dat is het mooiste wat ik ooit heb gehoord. Ja, maar het kan natuurlijk waar zijn hè, dat Pietje disproportioneel veel aandacht van die het ouders kan. krijgt. En als je dat gevoel echt hebt, dan is het denk ik wel goed inderdaad wat jij ja. zegt om de brief te geven, voor te lezen. Om het gewoon één keer in ieder geval aan te kaarten. Want ja. nu kunnen ze het niet weten, want je hebt het ja. niet gezegd. Je Puur hebt het omdat je gezegd. denkt: ik wil niet de jaloerse zus zijn. Ja, ik weet hoe muurvast zo'n verhouding kan zitten. Ja. Mijn moeder was niet heel complimenteus naar mij. Nee. Want toen vond ik toen ik haar kamer opruimde, een hele uh, uh, kist met alleen maar knipsels. Oh, wat lief. Terwijl ja, ja lief. Maar je ja, had ook een jammer, keer kunnen zeggen. God meid, ik ben trots op je, je ja. hebt het goed gedaan. Ja, mijn vader zei altijd: ik kan niet trots zijn op mijn kinderen, want ik heb ze zelf gemaakt. ja Totaal bizarre. Redenering. Nee, vind ik niet. Want dat ben, je bent zelf je kinderen. Ja, maar, maar nou, ik je ben dan... echt wel trots op mijn kinderen hoor. Vaak. Ja, maar ik snap het wel dat hij zegt. Dat is zo eigen ja. dat ik daar niet. Ja, daar misschien was niet... het ergens ook een soort liefdesbetuiging. Ja, ja ik je was bent er ook vlees aan vlees en gewend. bloed. Ja, maar jouw vader had ook wel eens een mooi complimentje kunnen geven. Ja, kom op, hé. Hey. Ja, of knipseltje bewaren. Maar goed. Zou je misschien ons willen vertellen uh, of je hier iets ja. mee hebt gedaan of juist niet, of hoe, hoe, Heel hoe je dit gaat aanpakken. Ja. En ga ook inderdaad bij jezelf na van heeft je dochter er echt zoveel last van? Ja. Dat, dat is Als je denk... heel eerlijk bent naar jezelf. Ja, Heb je wel een wel lastig of voel jij je gewoon miskend? Ja. Als jij je altijd miskend voelt in de relatie met je ouders... is het misschien ook goed om een keer uh, met een te gaan praten. Ja, en daar gewoon op door te gaan. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan naar de natuur. Als je deze zomer in een dennenbos loopt of op de heide... kijk dan eens rond of je een mierenhoop vindt. Oh, wat een feest. Laten we het even hebben over de rode bosmier. Bijvoorbeeld. Die houdt van ruigte. Een bosrand waar de zon kan komen. Een open veld met wat struiken en met zandgrond. En daar is dan ineens die enorme krioelende berg. Als je dichterbij komt zie je dat alles leeft. Iedereen is aan het sjouwen of aan het herstellen. Allemaal een doel, allemaal bezig, allemaal druk, allemaal op elkaar. Het lijkt de stad wel. Een zachte stad. Als het heel stil is om je heen kun je de stad horen. Duizenden pootjes en sprieten vormen een teder geritsel. De berg bestaat bovenin uit meer dennenaalden, onderin meer uit aarde. En zo hoog als de bol boven de grond is, zo diep gaat hij die naar beneden. Hoe meer licht, hoe lager de bol. Afhankelijk van warmte en nattigheid dragen de werksters de kinderen naar boven of naar beneden. Continu wordt er gesjouwd. Als je goed kijkt, zie je dat oeverloze gesleept met larven en poppen voor je neus gebeuren. Alle mieren hebben geknikte antennes en een dun middel: de achterlijfsteel. Dat lijkt een beetje op de wespetaille bij de wespen. Heel verre, heel verre familieleden. Hierdoor zijn ze heel buigzaam en bewegelijk ten opzichte van de rest van hun lichaam. Kop met de kaken en een borststuk. Soms heb je er dan ook nog stukjes tussen zitten. Door die bewegelijkheid kunnen ze met hun kont een soort bijtend zuur naar voren spuiten. Mierenzuur. Ga dus niet met je birkenstoks in de mierenhoop staan dansen, want voor je het weet krijg je een zuuraanval over je heen. Mieren zijn kolonievormende insecten. We kennen natuurlijk de koningin en haar dienaren. Bij de Rode Bosmieren zijn dat de werksters. Die kunnen zich niet voortplanten en die hebben een fantastische can-do mentaliteit. De soldaten, of moeten we zeggen de Milva's. Deze vrouwtjes hebben enorme kaken en een groot hoofd. To protect and serve. De koningin legt de eitjes. Bij haar begint alles. De werksters zorgen voor het huis, het broed en het eten. En soms helpt het leger daarbij ook mee. In het late voorjaar worden er mannetjes geboren en ook koninginnetjes. Zij hebben vleugels. Na de paring gaan de mannetjes dood en de vrouwtjes een nieuwe kolonie stichten. De kracht van een mier is onvoorstelbaar. Je kan het ermee vergelijken wanneer ik bijvoorbeeld een Volkswagenbusje zou kunnen optillen. En dat niet alleen, ik zou het onderste boven in een kloof met dat Volkswagenbusje kunnen afdalen of naar de punt van een flatgebouw kunnen klimmen. En een aantal mieren bij elkaar heeft superkracht. Als de groene specht, onze mooiste specht die van de mieren leeft, een nest heeft geplunderd, is alles in een oogwenk gerepareerd. Eigenlijk zijn de mieren een beetje de Romeinen van nu. Sterker nog, lang, lang voor de Romeinen waren ze er al, al meer dan 100 miljoen jaar. Bij sommige mierensoorten dringt de koningin een ander nest binnen, maakt de koningin dood en legt verder, zodat uiteindelijk alleen maar haar eigen kinderen er leven. Sociaal parasitisme heet dat. Andere soorten roven kindertjes uit een ander nest en laten ze als slaven werken in hun eigen kolonie. Ook weer een beetje Romeins eigenlijk. <laughs> om, bij een vreem, om een vreemd nest binnen te dringen maakt de koningin een werkster bij de ingang dood en wrijft haar poten en antennes over de resten, zodat ze ruikt naar dat nest en wordt binnengelaten. Dat lijkt wel de walking dead. De larven eten vlees, eiwit. Insecten worden doodgemaakt en in stukjes geknipt, meegenomen en gevoerd. De werksters eten voornamelijk honingdouw. Dat is een meerzoete stof die bladluizen afscheiden. Daarom is de bladluis de beste vriend van de mieren. Eigenlijk worden zij als huisdieren verzorgd en beschermd. Mieren lijden onder te veel stikstof. Te veel stikstof betekent veel dezelfde planten: minder kale grond, minder zon die doordringt in het bos, minder bloemen, minder insecten, minder eten voor de mieren. Laten we zuinig zijn op wat we nog hebben. Hoe meer je over mieren weet, hoe meer je je verbaast. Wat een wonder deze dieren. Over de hele wereld komen zij voor. Lang voordat wij er waren en lang nadat wij zijn uitgestorven, zullen zij hier nog zijn. Althans, dat hoop ik. Mooi, Lies. De mieren. Mijn Niet vader was populair. geobsedeerd door mieren, dus ik. Echt heb... waar? Ja, zeker. Ja. Oh, wat leuk. Heel erg door geobsedeerd. Heel oh, leuk, daar ja. had ik heel graag met hem over willen hebben. Ja, ik denk dat jij er wel meer vanaf wist. <laughs> <laughs> nou, nah, dat denk ik niet. Dit wist ik allemaal ik nog niet. Ik heb de gids voor, gids voor bijen, wespen en mieren. Nogmaals een aanrader. Oh ja, dat is dat boek wat ja, je hebt. Jongens, ja. koop die gids en leg hem neer op de wc. Elke keer als je zit te poepen, sla je hem open. Ja, Eerst en ga je, je even van een ander dier. Oh, ja. heerlijk Lies. Gids voor bijen, wespen en mieren. Als je nou nog meer tips wil, we hebben ook nog een extra podcast en die staat op Podimo. Helemaal exclusief. En hij heet Avelies Pak Door. Via deze link Podimo.nl slash Avelies kun je 30 dagen gratis luisteren. Dan kom je echt een heel eind hoor. Je ja. dat nou niet. Kom je in zo... een hele andere wereld. Precies, we gaan het aankomende woensdag hebben over piercings. <laughs> over piercings. Want we hebben het ja. altijd over dingen uit de jaren 90, yes. onder andere. En uh, ja, piercings zijn heel erg jaren 90. Heb jij een probleem? Voor deze podcast, stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar tonymedia.nl ons volgen op Instagram, YouTube, TikTok en Pademaal. Precies. Ja. Oh, wat leuk. Hier staat hoe je je sterretjes moet geven. Oh, dat vind ik fijn, Florent. Want ik zeg Floor. natuurlijk al 70 keer dat we. We wil willen kan. natuurlijk heel graag dat je ons sterretjes geeft. Dat ja. gaat als volgt: je gaat naar Spotify mijn via je op telefoon. Op <laughs> uh, wat, en als je op wat, onze show klikt, wat, dan kan je sterren geven. Nou, ik ja, weet nou al, al niet meer hoe het Een kind kan de was doen. Zo simpel. Ja, Ga prima. dat maar lekker doen. Tot volgende week. Dag.